Goedendag, ik ben Joke Schrauwe, docent kunstexploratie. Ik sta hier in de bibliotheek van de Academie van Berchem met mijn neus tussen de boeken op zoek naar nieuwe kunstenaars. En dat is wat we doen in de richting kunstexploratie. We werken op twee sporen. Het eerste spoor is de kunstclub en daar gaan we echt op ontdekking. We gaan samen naar nieuwe en gekende kunstplekken. In de klas komen we af en toe samen om elkaar te inspireren, nieuwe namen te leren kennen en de liefde voor kunst door te geven. Dat doen we één keer in de maand. Beetje flexibel naar gelang mooie opportuniteiten die op ons pad komen. Tweede spoor is het vak kunst- en cultuurfilosofie. Dat is veel systematischer, dat is eens om de twee weken. En hier krijg je echt een ruim inzicht in stijlen, stromingen. We staan stil bij vragen als wat is kunst en waarom maken mensen eigenlijk kunst? En een groot deel van onze lessen gaan dan over beeldanalyse. Waar raakt u in een beeld? Waarom raakt een beeld u helemaal niet? Wat heeft de kunstenaar gedaan om dat te bewerkstelligen? Dat is allemaal waar we over in gesprek gaan en discussiëren in de lessen kunst en cultuurfilosofie. Richting kunstexploratie, twee sporen, de kunstclub en de lessen kunst en cultuurfilosofie. Wil je meer weten? Contacteer me gerust. Ik ga graag met jou in gesprek en nog veel liever op ontdekking.